Welkom bij BM Talk. Vandaag is mijn gast Jan Slachter, bijnaam Max. Oprichter en gezicht van de enige echte publieke seniorenomroep. En daarnaast met een groot hart voor ouderenzorg. Jan, welkom. Goeiedag. De eerste vraag die bij mij op de lippen brandt en bij heel veel mensen. Ja. Ben je nog steeds gestopt? Nee. Ik rook 1 à 3 sigaretten per dag. Dus die 40 sigaretten per dag die ik normaal wel rookte, rook ik nu niet meer. Maar ik zit nog op ongeveer gemiddeld zo'n 3 sigaretten. En de eerste sigaret is 's ochtends in de auto met een kop koffie. Maar het gevaar zit natuurlijk wel in een klein hoekje. Want je gaat jezelf dan weer ruimte geven van 3 naar 5 en 5 naar 10. En voordat je het weet zit je weer op 40. Dat wil ik dus ook niet. Nee. Beïnvloedt het je in je werk? Nee. Ik merk heel erg dat op de dag, ja, dan denk ik er wel eens aan. Maar dan valt het me eigenlijk best wel mee. En ik ben niet chagrijnig. Ik ben vrolijk. Maar ik zie het meer mijn kantoor als een vliegtuig. Waar je niet in mag roken. Ja, en dan lukt het wel. Ja. Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit? Tegenwoordig? Ja, dat is heel divers. Vorige week kwam ik terug uit Afghanistan en Jordanië. Dus daar heb ik het programma Missie Max opgenomen. Nu net kom ik van het Mediaforum op Radio 1. Zometeen heb ik een vergadering. Vanavond interview ik minister De Jong voor het Blad. Nee, zo ziet mijn dag eruit. En heel veel intern overleg met mijn mensen. Ik ben veel op de vloer. Kun je nog steeds zo lastig delegeren? Nee, ik delegeer hartstikke goed. We hebben sinds een paar jaar heb ik Fiona Arends als mijn adjunct. En die doet heel veel voor me. Als het gaat over beleid en strategie en contact met het ministerie en met de NPO. Dat doet ze allemaal fantastisch. En we praten 1 keer per week elkaar bij, soms een wat langere sessie. En dan stippelen we de lijntjes uit. En dan, dat vind ik heerlijk. Als ik Fiona niet zou hebben, zou ik dit wat ik nu doe niet kunnen doen. Of dan zou het versloffen. En zij neemt alles heel punctueel, neemt ze door. En heb je dat geleerd om meer te delegeren? Ik heb geen kwestie van. Het is bij mij niet zozeer dat ik niet durf te delegeren. Maar ik wil wel weten dat als je dat dan doet, dat het ook goed gebeurt. En dat vertrouwen heb ik voor 1000% in Fiona. Die doet dat hartstikke goed. En dan kan ik rustig slapen. Op het moment dat ik ga twijfelen, dat ik denk, ja, gaat het allemaal wel goed? Dan slaap ik niet meer goed. Dus met haar ik kan haar heel veel toevertrouwen. En dat is lekker. Ben je tevreden over 2018? Is dat een fijn jaar voor jou? Ja, is het een fijn jaar? Ja, ik heb een boot gekocht. Een klein bootje, zo'n ONJ, zo'n loodsboot. En dat heb ik ontdekt, hoe fijn varen is. Dat wist ik wel een beetje. Maar nu heb ik zelf een boot. Nou, en dan kan ik ook eventjes weg van de media. Als ik dan daar een uurtje op zit, dan gaat mijn hoofd leeg. En dan kan ik aan allerlei andere dingen denken. En dat vind ik heerlijk. Dan denk zelfs je niet bij Hilversum. Nee, en zelfs als er wind staat, dat je het water in je gezicht voelt. Dat vind ik fantastisch. Ja, ja. Dat is een ontdekking voor me. Dat had je eerder moeten doen. Doen. En ik heb af en toe wel, afgelopen zomer, wel eens een keer een middagje gespijbeld. Ik zei, nou, haal mijn agenda maar leeg. Ik ga even lekker een middagje varen. Oké. Okay. Nou, dat zou ik een paar jaar geleden niet hebben gedaan. Wat gaat dit jaar goed? Of is goed gegaan? Nou, ik denk dat als ik kijk naar Max, denk ik dat wij het een heel goed jaar achter de rug hebben. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de kijkcijfers van Tijd voor Max, die nu gewoon gemiddeld op 700.000 liggen. Ik bedoel, om 5 uur 's middags. Ja. En hoe komt dat? Die vraag werd mij van de week ook gesteld. Ik denk omdat wij een paar maanden om 7 uur hebben uitgezonden, met Tijd voor Max. Ja. Op het wereldslot, wou ik zeggen. Op het tijdslot van Wereld Draait Door. En daar hebben heel veel mensen het programma ontdekt. En ik denk dat die hebben gezegd, goh, wat een leuk programma. We gaan om 5 uur ook kijken. En we zitten nu gemiddeld op 700.000. Ja. Heel Holland Bakt staat erop. We zijn er bijna, was weer hartstikke goed. Qua kijkcijfers. Dus er zijn heel veel dingen goed gegaan. We stoppen wel helaas met Hallo Nederland. 1 januari, dat vind ik echt enorm jammer. Maar daarentegen beginnen we weer met een hele lange reeks van Meldpunt. Ons consumentenprogramma. Ja. Dus, nou ja, you win some, you lose some. Ja, ja. Maar wat me tegenstaat, is iedere keer weer de discussie over de financiering van de publieke omroep. Ja. Iedere keer weer gedoe. Ik ben heel blij met Arie Slob. Een man die een groot hart heeft voor de publieke omroep. Ja. En die ook externe pluriformiteit, om dat woord maar even te gebruiken, ook uit zijn mond kan krijgen. Ik had vorige week Sjula tegenover me zitten. Zei,
Julia, zeg mij nou eens na. Externe pluriformiteit. Nou, ik zeg, volgens mij komt dat moeilijk uit je mondje. Maar dat is wel de basis van ons bestel. En ik merk dat Arie Slob dat ook vindt. Ja. Weet je wel? En je moet het samen met de NPO doen. Dus we hebben de NPO ook nodig. Maar de rol van de omroepen moet wel een beetje opgewaardeerd worden. Want ik vind dat die wel een beetje nu zo... Hoe zou je de discussie in Hilversum al meteen willen omschrijven? De sfeer is goed. Jij hebt een bepaalde ruimte ook? Jawel, natuurlijk. Je moet daar ook af en toe een dolletje kunnen maken. Tuurlijk. En dan roep ik, en dan was je ook weer gepikeerd. Van, joh, dat is een gepikt plan, dat is van Medi van der Laan. Ja. Nou, als je, weet je, maar je moet een keer ook... Kijk, er wordt vaak gedaan alsof er in Hilversum veel moord en doodslag is. Onder de omroepbestuurders. Dat is gewoon niet waar. We zeiden het was over bepaalde dingen niet eens. En dat komt omdat we met 8 spelers zijn en met 2 aspiranten, 3 aspiranten. Maar ja, en als je dat niet wil, ja, dan moet je dat afschaffen. Dan moet je ook de Tweede Kamer afschaffen. Dan moet je naar het model Noord-Korea. Nou, ja. Dat willen we ook niet. Dus ik vind het goed dat er discussie is. En ik ben blij dat er nu een discussie ontstaat. En dat gaat over het toekomstbestendig maken van de publieke omroep. Ja. Die discussie voeren we nu. En wij willen een herwaardering voor de rol van de omroepen. Dat we een gelijkwaardig speelveld hebben met de NPO. En we hebben een minister die daar oren naar heeft. Dus ik denk dat we er samen met de NPO wel uitkomen. Ja? Ja, geloof ik wel. Okay. Iedereen zal wat water in de wijn moeten doen. Ook Shula, ook wij. Maar uiteindelijk is het veel beter om straks een plan te hebben wat door beide partijen wordt gedragen. En dan gaat het niet zozeer over van... En dat komt wellicht ter sprake, moeten we NPO 3 afstoten... Moeten we naar een reclamevrije publieke omroep? Dat zijn allemaal discussies die veel te maken hebben met ook de financiering van de publieke omroep. Want je kunt heel makkelijk zeggen, we straffen de ster af. Waar overigens heel veel mensen werken die keihard werken om die centen binnen te halen... die niet naar ons gaan, maar naar het ministerie. Ja. Want heel veel mensen denken, oh, jullie krijgen ook heel veel geld zeker van die ster. Met dat heel Holland bak. Nee, dat gaat allemaal weg. En die werken er keihard voor. Maar goed, als er een politieke keuze is van... we moeten naar een reclamevrije publieke omroep... dat betekent ook dat er een prijskaartje aan hangt. Maar jij bent optimistisch dus over de toekomst. Ja, we moeten optimistisch zijn. Ja. Ik bedoel, kijk, ik zie dat er wel wat dingen moeten veranderen. Ik roep ook weer, dat heb ik een paar jaar geleden ook geroepen... Kijk, als je die discussie van die financiering van de publieke omroep... die ieder jaar weer terugkomt. Ik zit nu 13 jaar bij de publieke omroep. En je kent het. Ja. Ieder jaar is er gesodemieter. Behalve toen Plasterk aantrad als minister. Die zei, ik doe er 50 miljoen bij. Dat was even lucht. Ja. Maar goed, toen kwam Dekker. Nou, niet bepaald mijn vriend. Nee. Politiek gezien. Maar goed, nu is ieder jaar de discussie. Dus ik ben echt een groot voorstander van de herinvoering van het kijk- en luistergoed. Ja, dat wou ik dus over beginnen, want dat heb je ook weer even gelanceerd. Ja, nou ja, goed, weet je, dan hou je die discussie over de financiering van de publieke omroep... hou je weg bij de politiek. Als de politiek ergens niet over moet gaan, is het over de financiering in de zin van dat... Als je 100 miljoen, 200 miljoen wil bezuinigen, dan kom je aan de inhoud. Ja. Als wij straks hier maar 1 camera hebben en we moeten samen die microfoon delen, dat ziet er niet uit. Nee. Dus je hebt op een gegeven moment echt ook geld nodig om goede programma's te maken. En als de politiek iedere keer geld daar vandaan haalt, dan kom je aan de inhoud van onze programma's. Maar heeft het kans, Jan? Waarom niet? Weet je, kijk, dat betekent wel, want nu betalen de mensen ook aan het publiek om. Zeker. Hè? Na de... afschaffing van de accepteren van het kijk- en luistergeld... is de inkomstenbelasting met 1,1% verhoogd. Dat stond precies toen voor het bedrag wat de publieke omroep nodig had... voor de komende jaren. En als je die handelingen... dat is echt leuk om een keer na te lezen. Je kunt al die handelingen over die discussie toen in 2000 teruglezen. Dan zie je dat alle partijen riepen... we komen er nooit aan. Nee, we gaan het niet afpakken. Geen bezuinigingen. Dit staat vast, dit bedrag. Joh, we waren een paar jaar verder. Of de eerste bezuinigingen waren een feit. Ja. Dus de mensen betalen nu mee via de inkomstenbelasting. Dat betekent dat die 700 miljoen... Dat is eigenlijk veel meer hoor, wat de mensen betalen. Ja. Maar pak even die 700 miljoen. Terug moeten naar de mensen. Dus de inkomstenbelasting moeten gewoon met een bepaald percentage omlaag. En vervolgens gaan de mensen per huishouden betalen voor de publieke omroep. 80 à 90 euro, zeg jij? Ja, en als je zegt, van, nou, we willen hem reclamevrij hebben... dan kost hij misschien 100 of 110. Ja. Is een keuze. En hebben ze NPO Start erbij, zeg hebben jij? Hebben ze alles dan gratis. Kijk, ik vind het heel moeilijk uit te leggen... en ik snap dat het heeft allemaal te maken met rechten. Daar kan de NPO ook niks aan doen. Maar ik vind wel dat wij al ons materiaal gewoon...
voor het publiek beschikbaar moeten stellen. Zodat we ook die rechten van die series kunnen afkopen. En dat gewoon alles overal vindbaar is en zichtbaar is op alle platforms. Nu is het heel erg afgebakend. En als ik een serie wil terugzien na een week, dan moet ik naar NPO Start Plus. Ja. We hebben ook nog een keer NL Ziet. Dat vind ik ook heel lastig allemaal. Ik bedoel, hoeveel platforms wil je hebben? Ja. Dus ik ben voor alles vrijgeven. Mensen betalen één bedrag per jaar. Ja. Hè? Daar hebben we het over. Praat je over misschien een tientje per maand. Of 9 euro. En ik vind dat het dan ook nog wel goed zou zijn dat je bijvoorbeeld kijkt naar de kwetsbare groep in onze samenleving, zoals ouderen met alleen een AOW. Die zou je voor een 65-plus tarief of een bijstandstarief. Nou, dan moet je dus ook weer een relatief dure dienst voor optuigen. Nou, dat hoeft niet zo heel erg moeilijk te zijn. Want als je kijkt naar de dekkingsgraad van de kabelaars in Nederland, die is ontzettend hoog. Ja. Dus ja, weet je, nu betaal je ook in je kabelaar. Ja. En dan doen we gewoon 9 euro bij voor de publieke omroep. Ja, zo moeilijk is het toch niet? Nee. En het is wel verplicht. Het is wel zo dat iedereen eraan meebetaalt. Want als we kijken naar naar hoeveel mensen naar ons kijken, dan zitten we gewoon tegen de 80 à 85 procent. Ik hoor dan heel veel mensen, ja, maar kijk nooit. Ja, maar als er voetbal is, kijk je wel. Ja. En als Ajax speelt, kijk je wel. En als er het schaatsen is, kijk je wel. En als er, weet ik, dus iedereen kijkt wel een keer naar de publieke omroep. En 9 euro, dan heb je 3 zenders. Je hebt 6 radiozenders. Je hebt al die extra zenders die we hebben. Nou, dat bedoel, daar zijn maar, wij een maar koopje. Nogmaals heeft het kans, denk jij. Is het die goede aarde gevallen, dit plannetje? Ik vind dat het een discussie waard moet zijn. En het is niet zo dat wij opnieuw een dienst willen gaan inrichten met AXA Giro's. Want dat is natuurlijk, daarvoor hebben we het ooit afgeschaft, precies, omdat het te duur was. Maar met de kabel kunnen we natuurlijk alles. Ja. Mensen die een abonnement hebben, zijn er maar 2 grote partijen. Of 1 grote partij in Nederland. Dus daar moet je gewoon een afspraak mee maken. Ja. En dan weten mensen ook waarvoor ze betalen. Nu betalen ze mee. Iedereen heeft een mening over de publieke omroep. Maar als je gewoon ziet dat je maandelijks 9 euro betaalt voor de programma's die wij uitzenden. Ja dat is volgens mij alleen maar winst. Veel mensen, zeker jongeren, kijken steeds meer niet meer via de kabel, maar die kijken direct via... Ja, mag ook. Mag ook, maar je betaalt per huishouden. Mensen wonen precies wel ergens, hè? Ja. Hopelijk. Dus het is per huishouden. En je moet wel gaan kijken. Maar goed, je moet het ook weer niet ingewikkeld maken. Maar ik zou wel een uitzondering willen maken voor mensen met alleen een AOW of een bijstandsuitkering, die dan bijvoorbeeld geen 9 euro, maar de helft betalen of zoiets dergelijks. Ja. En dat is echt helemaal niks. Als je dat vergelijkt met al die abonnementen die mensen nu hebben. En je krijgt gewoon mooie televisie. En dan is de andere discussie is van, moeten we NPO 3 wel of niet opheffen? Zeg het maar. Ja, zeg het maar. Nou, ik vind van niet. Maar dat je het anders gaat indelen qua programmering. Dus je hebt gewoon wel een zender nodig voor de enorme mooie kinderprogrammering die we maken bij de publieke omroep. Ik bedoel, daar zijn we echt onderscheidend in. Je zou het kunnen gebruiken voor de regionale omroep. Om daar een venster neer te zetten voor de regionale omroep. Je zou het kunnen gebruiken voor evenementen. Dus er zijn best wat mogelijkheden. Kijk, en vergeet niet dat als je dat zou doen en je schaft de ster af, heb je ook zo tussen de 10 en 15 procent meer zendtijd. Dus daarmee kun je ook wel wat je eventueel nog op 3 had willen laten zien, ook wel kwijt op 1 en 2. Ja. Er komt heel wat af op Hilversum, Jan. Ja. Uit welke hoek komt het grootste gevaar? Is dat de politiek? Is dat Talpa? Is dat Netflix? Zijn dat de Amerikaanse grootmachten? Hoe zie jij dat? Ik zie niet één grote vijand. Ik zie wel bijvoorbeeld, als ik kijk naar het veld van wie maken onze programma's. Talpa wordt natuurlijk een hele belangrijke speler. Ja. We moeten nog maar zien of het allemaal dat gaat brengen wat John voor ogen heeft. Ik bedoel, tot nu toe zie ik dat nog niet. Maar hij heeft wel al zijn pionnetjes klaarstaan. En ik geloof dat we maar een heel klein beetje hebben gezien van wat hij van plan is. Ik bedoel, John die weet wel wat hij wil. Maar goed, die zender moet nog wel natuurlijk omhoog gekrikt worden. Nou, dat zie ik wel als een potentieel gevaar voor de publieke omroep. Dat is 1. 2, waar ik me ook wel zorgen over maak, is natuurlijk, wij werken met buitenproducenten. Maar we zien dat er bijna geen echte Nederlandse onafhankelijke producenten zijn. Die zijn allemaal overgenomen. Door Franse bedrijven, de Amerikaanse bedrijven, de Duitse bedrijven, de Engelse bedrijven. En je ziet dat neem ik ze niet kwalijk, maar het zijn commerciële bedrijven. Het zijn bedrijven die onderaan de streep gewoon een dikke vette winst willen maken, een rendement willen hebben, dat willen die aandeelhouders. En ik vind jammer dat al dat geld, om maar even heel populair te zeggen, jouw en mijn belastinggeld, waar die programma's mee worden betaald,
Dat gaat naar het buitenland. Daar wordt niet hergeïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe content, waar we in Nederland zo heel goed zijn geweest. Kijk, John doet dat gelukkig nog wel. En ik vind het jammer dat die buitenproducenten, ja, dat er geen meer tussen zitten die nog echt met ziel en passie die programma's maken. Dat doen die anderen ook wel. Alleen de drijfveer is wel een andere. En dat is gewoon winst maken. Ja. En ik durf te stellen dat omroepen, ja, makkelijk 20% goedkoper kunnen zijn dan want wij hebben geen aandeelhouders. Nee. En als wij onderaan de streep iets overhouden, wat ook wel eens gebeurt, dan gaat het weer naar een ander programma. Het gaat allemaal terug naar die programma's. Onze inkomsten van. Zeg van jij blad. Nu eigenlijk, de omroepers hadden veel meer zelf moeten produceren? Ik vind dat wij veel meer zelf. Kijk, 30% is geloof ik wettelijk wat wij moeten besteden bij buitenproducenten. Nou, als we dat vasthouden, vind ik prima. Maar het moet absoluut niet meer worden. Nee. Ik denk dat juist ook in de huizen van de omroepen, waar, dat heeft ook te maken met een stukje werkgelegenheid wat je dan kunt creëren. Kijk, deze discussie over bezuinigingen, krijgen we die 40 miljoen nou wel of niet, dat maakt ook dat er veel onrust is bij de omroepen. Zeker. Van ja, krijg ik nou dat contract wel of niet? Ik weet nu nog niet, en we weten dat pas half december, of ik een programma deze zomer wel of niet kan maken. Dus ik zou veel meer ook onze mensen een vast contract willen geven. Zodat je ook de zekerheid hebt dat je gewoon, dat die financiering voor 5 jaar vaststaat. Ja. In plaats van dat je iedere keer geconfronteerd wordt met bezuinigingen. Wat is jouw belangrijkste missie komend jaar? Komend jaar? Ja, mijn belangrijkste missie, weet je. Kijk, er komt een nieuwe concessieperiode aan. Kijk, ik vind het belangrijk dat wij onze mensen die werken voor Max, dat we die programma's kunnen blijven Hoeveel maken. Hoeveel zijn dat ongeveer? Ja, dat zijn er inclusief ZZP'ers. Zijn dat er hoogtijdagen 175. En ik zie daar. Nou ja, ik zie ook wel gewoon dat er soms onrust is onder mensen die naar me toe komen van: Jan, gaat dat programma nou wel of niet door? En dan zou ik ze zo graag iets willen. Want dat zijn mensen van 30, 40 jaar, weet je wel, die een gezin hebben. En kijk, er wordt wel gezegd met die contracten. Maar zolang wij een onzekere toekomst hebben als het gaat om de financiering van de publieke omroep, kan ik die mensen ook geen vast contract geven. Dat zou onverantwoord zijn. Dat zou mijn raad van toezicht ook niet goed vinden. Nee. Als ik dat zou doen. Dus dat vind ik wel een beer op de weg. En voor de rest, ja, weet je, natuurlijk ook hoe die nieuwe mediawet er straks uit gaat zien. Toekomstbestendig maken. Het is wel grappig natuurlijk dat we 2 jaar geleden onder Sander Dekker, toen zei Sander Dekker, we moeten de mediawet, of de media moeten we, de publieke omroep moeten toekomstbestendig maken. We zijn 2 jaar verder, we gaan het weer opnieuw doen. Maar ik hoop dat we het nu een keer goed doen. Ja. Stel dat het niet lukt in jouw ogen, dat er geen goede mediawet uitkomt. Zie jij Max dan ooit commercieel gaan? Ja, die vraag, ja, dat is een lastige. Kijk, ik ben een publieke omroep. Ja. Dus ik vind dat er bij de publieke omroep een zender moet zijn, een omroep moet zijn die als doelgroep heeft de 50-plusser, of hoe je hem ook wil noemen. Ik heb daar wel eens gesprekken over gevoerd. John heeft me een keer uitgenodigd, een paar jaar geleden. Dat was niet onlangs, maar een paar jaar geleden. Dat was een heel model gemaakt, wat Max waard was. Dan zou ik daar mogen komen werken en dan zou ik een zender krijgen. Maar ik kan Max niet meenemen naar een commerciële partij, al zou ik het willen. Dat is bij mediawet verboden. Maar goed, dan zei ze, nou, dan kom jij dan, weet je wel. Want dan word jij dan een beetje het gezicht. Hoe lang is dat geleden? Nou, een paar jaar geleden. 3 jaar geleden misschien. Maar ik kan het gewoon niet. Weet je, ik ben een publieke omroepman. We hebben 355.000 leden. Dan zou ik het voor het geld moeten doen. En als ik iets niet wil, dat ik iets voor het geld alleen doe. Nee. Weet je wel, dan ben je ook die bezieling kwijt. Ja. Ik hoop echt dat wij in het publieke bestel kunnen blijven. Okay. En dat we niet gedwongen worden. Dat zou er wel kunnen. Ja. Dat we gedwongen worden om commercieel te gaan. Maar daar gaat mijn interesse op dit moment niet naar uit. Nee. Hoe lang ga jij nog door? Nou, wat vind je er zelf van? Nee, ja, van mij betreft ja, nog toch? 10 jaar. Ik heb een poedertje gehad, maar voor de rest gaat het allemaal goed met me, hoor. Nee, ik ga er wel even door. Kijk, ik weet niet wat ik moet tot mijn 67e volgens mij. Maar dat wisselt ook met de dag nu, hè, met die pensioenwet. Ja, zeker. Het zijn net koersen, dagkoersen. Nou, maar goed, jij bepaalt toch zelf hoe lang je doorgaat? Daarom, dus dat zie ik wel, joh. Dus jij bent nu hoe? Ik ben nu 64. Als je zegt 63, geloof je het ook. Zeker, zeker. Dus ik ga zeker door tot mijn 67e en ik zie wel verder. Maar ik ga ook nog wel varen. Dus dat is wel mijn nieuwe. Kijk, daar ga ik ook tijd voor nemen. Heel goed. Dank dat je mijn gast was, Jan. Graag gedaan. Fijn. Dit was BM Talk.
Mijn volgende gast is voor u een vraag. En voor mij nog veel meer. Tot de volgende keer.